Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 16 september 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag morsetelegrafie en twee korte foto's in PD50, samen ongeveer net zo lang als de gebruikelijke PD90 plaatjes. Het zijn eigen foto's van mijn katten die toen nog wel een stukje jonger waren. Zoals vaker op vrijdag een wat kortere uitzending, mede vanwege voorbereidingen voor de lange uitzending op PI3 UTR later op de vrijdagavond. In de VS is de 630 meter band, ook wel 600 meter band genoemd, nog niet legaal, maar in Canada al wel, net als in Nederland. ARRL.org meldt dat gisteren, 15 september, op die band de eerste verbinding is gemaakt tussen Canada en Australië. Dat is dus een afgelegde afstand van 11.200 kilometer, jawel. De verbinding was in de modus JT9 op een frequentie van 474,3 kHz met een effectief uitgestraald vermogen van 5 watt EIRP, dus ten opzichte van een isotroop. De 600 meter band loopt van 472 tot 479 kHz, de bovenste bandgrens van de 600 meter amateurband, die in Nederland beschikbaar is voor alle F-amateurs, ligt slechts 79 kHz onder de frequentie waar Radio Veronica destijds vanaf de Noordzee op uitzond. Amsterdam heeft er een nieuw 1 watt station bij op 1485 kHz in de Middengolf, extra AM. Het is het tweede 1 watt station in Amsterdam. Het eigenlijke plan volgens de website van het station was om met 100 watt te beginnen, maar het plan is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het station omschrijft het zendbereik zelf als 1 tot 2 kilometer, maar vertelt niet precies waar ze in Amsterdam zitten. Credo van het nieuwe station is Amsterdams eerste legale oldies-zender op de Middengolf. Verder schrijven ze, bij ons dus niet alleen de grijs gedraaide hits die je elders ook op de radio hoort, maar ook de vele juweeltjes die het om een of andere reden niet hebben gered. En wellicht ook die ene plaat die je al 40 jaar of langer niet meer hebt gehoord. Eerder verscheen in Amsterdam dus al het 1-watt-station Amsterdam 1485 van Radio 10 en 100% NL-baas Herbert Visser in de ether. Nijhof FM in de Zuid-Hollandse plaats Puttershoek heeft aangekondigd vanaf januari 2017 ook op de Middengolf te willen gaan uitzenden. Don Arnold, W6 GPS, heeft een teardown op YouTube geplaatst van de nieuwe Kenwood-portofoon THD. Van de nieuwe Kenwood-portofoon THD74. Dit is de veelbesproken portofoon met APRS en D-Star. De video is te bekijken via pa0ete.nl. Vanavond vanaf 10:30 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes voor de tweede maal op de verbeterde repeater PI3 UTR. De uitzending begint met een herhaling van de dagelijkse uitzendingen van de afgelopen week, inclusief die over de ballonvossenjacht. En vervolgens is er onder andere amateurnieuws in het Engels en in het Duits. Vanaf 10:30 dus op PI3 UTR. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. En dan volgt nu een nieuwsbericht. Dat is vermomd als reclame. Of nee, eigenlijk is het dus andersom. Het bedrijf Wokka Wokka heeft onlangs een nieuw product op de markt geïntroduceerd. Wokka Wokka signaleert de problemen die veel zelfbouwers hebben met solderen. Een soldeerbad heeft vaak niet genoeg warmtereserve, tenzij hij hem verkeerd beetpakt. Dan heeft hij dat weer te veel. Vroeger zag je vaak soldeerpistolen, ook wel soldeerrevolvers genoemd. Een draadje tussen twee geleiders werd dan warm, zodra je de trekker overhaalde. Maar het draadje werd daarbij ook vrij snel weer koud, zodat je er niet zo gemakkelijk dus je fikken aan brandde. Wokka Wokka heeft de voordelen van deze beide apparaten, dat wil zeggen de soldeerbout en de soldeerrevolver, gecombineerd en dat aangevuld met een voldoende grote warmtereserve, zodat je zelfs die dikke ijzeren plaat onder je antenne nog moeiteloos aan zo'nzelfde plaat kunt vastsolderen van bijvoorbeeld de antenne die ernaast staat. Het nieuwe, ronduit handzame Super Soaker 352 soldeerkanon beschikt over een eigen warmtegenerator die op kerosine en een acetyleenmengsel werkt. Zodra de klus geklaard is, wordt de punt met vloeibare stikstof gekoeld, zodat die binnen 2 nanoseconden weer op lichaamstemperatuur is. De prijs die volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker schappelijk is te noemen, zal binnenkort in een advertentiecampagne in de amateurbladen bekend worden gemaakt. Wokka Wokka raadt overigens aan om voor aanschaf van het apparaat na te gaan of in de omgeving waar u woont voor gebruik en bezit van het apparaat niet een wapenvergunning nodig is.